van, ik moet bij deze de minister verontschuldigen. Hij is uitlandig. En ik kan u garanderen, als hij in het land zou zijn, zou hij hier staan en aangeven, mensen, TCT is on the move. Dat kan ik u garanderen. In ieder geval, het ministerie van TCT, en dan gaat het om toerisme vooral. Ik ben verantwoordelijk voor toerisme. Wij hebben beleid uitgestippeld waarbij wij niet alleen maar het land in het buitenland promoten. Voor dit jaar hebben we al 7 beurzen gedaan. Hè? Nederland, België, Amerika 2, Frans-Guyana, Aruba, Curaçao, noem maar op. We doen niet alleen maar beurzen. We proberen de bezoeker hier naartoe te halen. We proberen ook het product, het toeristisch product dat wij leveren, op een hoger niveau te krijgen. De producten en de diensten die wij in Suriname aanbieden, moeten op een hoger niveau. Als wij daar promotie maken voor Suriname, moeten de mensen ook goede producten en diensten hier krijgen. Het is een ketenbenadering. Die hele keten van thuis tot thuis terug van die bezoeker moet in place zijn. En daarin speelt u een belangrijke rol. Wij allemaal spelen een belangrijke rol. Degene die de bus rijdt, degene die kookt, degene die gidst. Allemaal zijn we bezig op te leiden. Allemaal die, al die doelgroepen proberen we de kennis en de vaardigheden bij te brengen. In ieder geval, vanuit deze plaats wil ik de participanten feliciteren. De genodigden bedanken voor hun aanwezigheid. Dat geeft de mensen ook een stukje energie. Van onze leiders, onze mensen staan klaar voor ons. Het Bastion wil ik bedanken voor de medewerking. En welke trainingen zullen volgen, weet ik niet. Maar in ieder geval, er komen meer trainingen. Dank u. Werkzaam op Plantage Vredersdorp en ik draag de functie als kokin. En hierbij wil ik mijn bedrijf ook bedanken en dat ik de training mocht volgen. Het was heel ervaren voor mij. Ik heb heel veel mogen leren. Ook wil ik meneer Hermerlijn bedanken. Ik heb heel veel hier mogen leren. En vandaag mag ik me trots voelen dat ik mijn certificaat heb behaald en dat ik ook nu een keukenassistent genoemd mag worden. Ja, en ik zal het altijd toepassen op mijn werkplek. Ik heb meegedaan aan deze training omdat mijn bedrijf, mijn manager en zo, ze vonden me altijd flexibel, flink en ja, ik ben hun ook dankbaar en ik ben ook blij voor mezelf. Ik ben echt blij dat zij me hebben gestuurd voor deze training. Ja, ik ben echt blij. Ik heb van meneer Hermelijn mogen leren hoe je in de keuken moet omgaan. Bijvoorbeeld met messen, wat je niet mag doen, hoe je met je collega's moet praten en ja, hoe ik moet, hoe je in team moet werken, teamwork, mess in place, hoe je je omgeving netjes moet houden na het werken, alles netjes op zijn plaats. Ja, en ook lekker koken. Ik heb nieuwe gerechten van meneer Hermelijn mogen leren. Chicken fingers, gepocheerde vis. En ik heb ook geleerd hoe je mayo zelf moet maken. Wanneer klutsen met eijolk zelf. En dat heeft meneer Hermelijn me geleerd. Wanneer er geen stroom in het bedrijf is. Toch? En dan ga je je werk niet neerleggen. Mijn werk moet voortgaan, dus je moet zelf weten hoe je dat mayo gaat maken. En van meneer Hermelijn heb ik dat geleerd, hoe je die mayo zelf moet maken. En dat was heel ervarend voor mij. En ik wil allereerst het ministerie dankzeggen namens de cursisten. En dat we hebben echt heel veel geleerd deze 5 dagen. En zeker ook meneer Hermelijn.
deskundige, professionele meneer die echt zijn vak beheerst. En ik zeg ook bij deze ook een dank naar hem toe. Zijn lesgeven was perfect op niveau. En wat nog mooier was is, we hebben eerst gehoord, dan leer je iets. Als je meer wil weten, moet je het doen. En dat hebben we ook gedaan. We hadden eerst theorie en daarna hadden we praktijk. En die begeleiding was professioneel van meneer Hermelijn. En ik vind als ministerie moeten wij deze kaders koesteren. Want we hebben niet veel van ze. En ik zeg, als we deze kaders koesteren, dan denk ik niet dat ze weggaan uit het land. Ja, en vorige week heb ik ook een training gevolgd van ROFAC Bob. Waarbij ik regisseur ben geworden, kansenregisseur. Dat wil zeggen dat ik nu op het veld moet gaan om mensen, burgers, de tweede kans te bieden. Want we hebben gezien dat er ook veel drop-outs zijn. En die drop-outs moeten we een tweede kans geven. Jong, oud, man, vrouw, moeten we een tweede kans geven. En het ministerie heeft alvast ingespeeld nu over van assistant kok. En ik heb me ingeschreven om zodoende de leerstof en alles mee te nemen als vrouw, om deze dan ook over te brengen naar de drop-out, zodat zij ook gemotiveerd worden, geïnspireerd worden om trainingen te volgen, zodat zij dan met die diploma's of certificaten een bijdrage kunnen leveren in toerisme. En dat is mijn doel met deze training. En ROFA Bob is een organisatie die zeker die kansenburgers een tweede kans wil geven. En ik hoop ook dat alle ministeries dit local content policy meenemen, zodat wij allemaal één vuist maken en die bijdrage leveren dat iedereen een tweede kans krijgt. Keukenassistent, wat houdt de opleiding in? Het is een kennismaking met de horeca. Zeg maar een soort instapniveau, niveau 1, waar ze leren hoe je veilig werkt in de keuken, bacteriën, dat soort toestanden. Hoe je spullen opslaat, hoe je met personeel omgaat met elkaar, zeg maar sociale hygiëne. En natuurlijk koken, kooktechnieken, de basis kooktechnieken. Dat is het eigenlijk zo'n beetje. Hoe lang is de training? Deze training duurt officieel eigenlijk 4 weken. Waarvan dus 2 dagen in de week les, maar in de districten doen we het dus in een week. Dus voor deze mensen is het eigenlijk extra zwaar, wat andere mensen kunnen naar huis gaan en studeren. Zij moeten het in een week af hebben, maar het is dus 4 theorielessen, 4 praktijklessen en 1 praktijkexamen, 1 theorieexamen. Meneer Hermelijn, wie mocht allemaal mee? Mensen uit het district Kommerwijnen was deze keer de bedoeling. Dus mensen uit het district. Ik ga niet over criteria, dat gaat vanuit de directie van de school. Ik geef de training, dus als u dat zou willen weten, moet u het aan de directrice vragen. Hoeveel mensen hebben we? 16. Hoe zij het hebben ervaren, ik heb aan het eind van de training een evaluatie gehouden met hun. Ik heb hun laten opschrijven wat zij ervan vonden. En wat naar voren is gekomen is dat ze heel blij zijn met die training. Maar dat er ook zeker behoefte is aan een follow-up om de standaarden in stand te houden, zeg maar, en verder te kunnen ontwikkelen. Dat is mij het meest opgevallen in hun evaluatie. En ik zelf vind het altijd leuk om te doen. Ik hou ervan om mijn kennis over te dragen en voor Suriname te zorgen dat we op een hoger niveau komen qua horeca en keukengebeuren. Je kan dus gaan solliciteren bij de diverse bedrijven. Koks in Suriname zijn hard to find. Ik bedoel, je hebt mensen die koken en zichzelf kok noemen, maar dat is een ander verhaal. Er komt veel meer bij kijken. En als je niveau 1 hebt, kan je dus doorgaan bij ons op school, op de SHTTC aan de Gravenbergstraat voor niveau 2 of niveau 3. Nou, ga zo door zou ik zeggen, want het was een enthousiaste groep. Alleen dames, dus ik weet niet waar de mannen van Kommerwijnen zijn gebleven, maar dat zou ik zeggen, ga zo door en probeer zoveel mogelijk kennis te vergaren. Je bent nooit uitgeleerd, ik ben ook nog niet uitgeleerd. Ik bedoel, koken is een dynamisch gebeuren. Er komen nieuwe technieken, nieuwe dingen bij. Dus het is belangrijk dat je bijblijft.